Ik ben hier bij de strontpaal. Ra, wat zou dat zijn? Ja, en dat is voor mij toch iets heel mysterieus. Dan probeer ik dat mij zo in te beelden van hoe zou dat toen geweest zijn. Het zijn gissingen. Is het zo gebeurd of niet? Maar dat is het verhaal. Ja, iets speciaals vind ik dat. We zijn in België, in Essen, een grensplaats met zo'n 20.000 inwoners in het uiterste noorden van de provincie Antwerpen. Het was ooit een belangrijke schakel in het grensoverschrijdende treinverkeer. Hier werden de treinen gecontroleerd door de douane en moest het vee in quarantaine. Dat bracht veel werkgelegenheid met zich mee en zo kon het dorp zich snel ontwikkelen. Tegenwoordig rijdt er alleen nog een stoptrein naar Roosendaal en verder kun je vanuit Essen met de trein naar Antwerpen en Brussel. Grensgemeente, een kleine grensgemeente. Wij liggen eigenlijk centraal in die zin, omdat je van bij ons uit kan je heel gemakkelijk Nederland verkennen, maar je kan je ook heel gemakkelijk Vlaanderen verkennen. Steden in de buurt, zo groot steden zoals Antwerpen, zijn eigenlijk met de trein op 20 minuutjes te bereiken. Dus Essen is eigenlijk een heel goede uitvalsbasis om de omliggende gemeente te bezoeken. Vroeger kwamen de treinen, dus dan had je de quarantainestallen, wat wil zeggen, nu is dat een herberg en is dat een wooncomplex. Maar daar werden vroeger eigenlijk dus de dieren in quarantaine gezet, vooraleer ze de grens over konden gaan. Op die site is nu Robotland noemt dat, dus een site gemaakt. Waar dat high-tech is en waar dat kinderen dus alles qua techniek kunnen komen uitproberen. Ze werken samen met school. Dat is de oude stal eigenlijk, waar de trein doorreed. Je ziet dat binnen ook nog, dat het beneden waar de treinen rijden. En dan de hoofdverhogen opzij, waar dat dus eigenlijk de beesten gecontroleerd werden, vooraleer dat ze de grens overgingen. Als je van hieruit vertrekt, zijn er een aantal wandelingen die van hieruit vertrekken, die gaan Nederland, die gaan België. Dat zijn wandelingen tussen de 4 en de 12 kilometer. Je kan richting de Kalmthoutse Heide gaan, daar kan je verder gaan en dan heb je echt de grotere wandelingen. Op loop- of wandelafstand heb je Robotland uiteraard. Je hebt het dorp waar je op loopafstand kan doen. Daar hebben wij zelf zoektochten voor gemaakt, zoals de smokkelkweeste. Dat is een zoektocht die hier vertrekt, hier aankomt, maar die ongeveer een zevental kilometers is. En op het einde van die tocht kom je terug hier en rond onze gebouw, de Tasberg, wat eigenlijk een hooiberg is van vroeger, vind je dan een plekje waar je het meest geurende smokkelwaar kan vinden. Ra, wat zou dat zijn?
Benny bij de strontpaal. En die paal, die grenssteen, die noemen ze zo omdat die douaniers natuurlijk ook wel een keer hun behoefte moesten doen. En dan gingen ze gewoon achter zo'n paal zitten. Op deze plek werd in 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog, de beruchte smokkelaar Geert Schrouwen doodgeschoten. Schrouwen had als bijnaam Klaveren Vrouwke. Klaveren Vrouwke was eigenlijk een persoon en die verkleedde zich altijd. Dus dat was eigenlijk moeilijk om die te onderscheppen, want de ene keer was hij vrouw, de andere keer was hij man, dan was hij een soldaat, dan was hij een boer. Dus, en die smokkelde eigenlijk tijdens de oorlog van over de grens. En het verhaal gaat dat hij gesmokkeld had en dat hij op Belgisch grondgebied was, dat hij daar doodgeschoten is door Nederlandse douaniers en dat hij over de grens getrokken is. Het zijn gissingen. Is het zo gebeurd of niet? Maar dat is het verhaal. En dan is er ook nog het Karrenmuseum. Ja, dat is eigenlijk ontstaan in 1950 ongeveer, dat er een leerkracht van in een tijd hier in Essen een hele verzameling aan karren had. En dat is verder gegroeid tot uiteindelijk het Karrenmuseum is ontstaan zoals het nu is. Het zijn er toch heel wat en er staan ook over heel het domein staan er verschillende karren. Dus ik heb al een goed zicht op wat er allemaal te zien is, maar het blijft u ook nog verwonderen van... Hoe dat vroeger eigenlijk allemaal ineenstak en wat ze daar allemaal mee konden doen. Dat is toch anders hoe dat wij het nu kennen. Dat kan van hele primitieve karren tot hele chicere karren, zoals een lijkwagen met gouden versieringen. Hoe dat je het je kunt inbeelden, kun je hier allemaal terugvinden. En daarnaast zijn er ook allerlei verschillende kamers waarin dat je de ambacht, het vakmanschap van toen, een beetje kunt ontdekken. Ja, en met kinderen kun je hier ook altijd terecht voor hele toffe zoektochten. Daarvan krijg je ook vaak te horen dat dat echt wel een hele toffe aanvulling is van het museum. Dus het katapulteert u een beetje terug in de tijd. Zelf, als ik de tour moet doen om te openen of te sluiten, we hebben een vaste tour waar wij langs wandelen en dan bekijk ik vaak ook wel de verschillende karren. En mijn favoriet, dat heeft toch ook wel iets heel mysterieus, dat is die lijkwagen. Die is eigenlijk helemaal zwart, maar toch heel felle kleur goud dat daar ook in zit. Hele mooie afbeeldingen, hoe dat je het kunt noemen, dat daar eigenlijk op staan.
Ja, en dat is voor mij toch iets heel mysterieus. Dan probeer ik dat mij zo in te beelden van hoe zou dat toen geweest zijn. En die kaart trekt toch elke keer zo wel mijn aandacht. Ja, iets speciaals vind ik dat. Ja. En zo komt er alweer een eind aan deze wandeling door Essen. Vind je deze video leuk? Geef hem dan ook even een duimpje. En abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk ook even op het belletje, dan mis je geen enkele video meer. Je mag hier 24 uur gratis in staan, dus je komt gewoon aanmelden en dan mag je hier blijven staan. Het is een camperplaats, dus dat wil zeggen, je kan hier staan. Er is alleen, we hebben geen voorziening van elektriciteit of water. Dat is een andere categorie.